Wat gebeurt eigenlijk achter het scherm? Dus als arts die spreekt, de ouders en zie je misschien de anderen niet, waar de ouders worden beïnvloed door mensen achter het scherm. Dus ik zeg nou: een dokter moet meer dan een, eigenlijk een therapeut of een behandelaar zijn, hij moet ook een begeleider zijn voor zijn patiënten en hun familieleden. De ouders hebben mij gevraagd. Hoe zit het nou in de islam eigenlijk? We hebben daar heel veel over gesproken, maar achteraf blijkt dat het niet geloof het probleem is. Dat gebruiken heel veel mensen, maar er zitten nog meer achter onzichtbare ruchtes die ouders hebben. Maar helaas, dat hebben artsen ook. Artsen hebben ook een zichtbaar tas. Wat zit in de rugtas van de ouders en wat zit in de rugtas van de medici? Psychologisch druk en sociale druk. En hebben eigenlijk de artsen communicatieproblematiek. Leiden. Mensen op straat hebben het niet over lijden, hebben het heeft over pijn. Als je als dokter de pijn gebruikt, de patiënt heeft pijn, zal makkelijker begrijp worden en lijden. Gebruik van ongeluk worden. En ik denk dat de, de dokters af en toe moeten lang, grote bocht nemen. Niet alleen direct gaan. Omdat de dingen direct vertellen, dat is misschien iets Nederlanders. En veel mensen met migratieachtergrond hebben niks met directheid.